Ik ben vandaag met Don, want hij is er gewoon. Maar ook omdat wij eventjes wilden praten over de donatiekwestie van afgelopen dagen. Ja. We hebben een aantal interviews en dergelijke bekeken van mensen die zich erover uitgelaten hebben. Ja, waar beginnen we eigenlijk? De kwestie is een beetje, er lopen twee verschillende dingen eigenlijk door elkaar heen. Als eerste is het fenomeen donatie. Dat is niets nieuws. Mm-hmm. Dat is ook niets nieuws in Nederland. Twitch is een globale site en de meeste van die stream sites die zijn globaal. En het fenomeen doneren, dat bestaat al heel lang. En toen kreeg je op een gegeven moment Twitch subscriptions erbij. En dat was een maandelijkse betaalfunctie die je had op Twitch. Hebt op Twitch. Het is nu juist een van de meest populaire manieren om je streamer te ondersteunen. Waarbij je een badge voor je naam krijgt in de chat. Waarbij je bepaalde emotes kan gebruiken. Een aantal Twitch streamers die geven nog meer extraatjes, perks op het moment dat iemand abonneert. Ik heb namelijk ook nog de functie dat zodra jij abonneert en in mijn Discord zit, dan krijg je een bepaalde rank op mijn Discord. Waarmee je eruit springt en waarmee je in bepaalde kanalen kan. Je komt in beeld met een liedje en dergelijke. Je krijgt een shout-out. Dat ligt er ook maar aan hoe groot de streamer is trouwens. Lyric, ja. Die benoemt de helft van zijn subscripties niet meer. Nee, maar dat heeft de Ninja ook. Dat is gewoon, hoe vaker het voorkomt, dan wordt het ook moeilijker om bij te houden. Dus dat hoort er gewoon bij. Maar voor de meeste Nederlandse streamers gaan alle toeters en bellen, op, net als op de kermis, gaan eraf. En dan word je in het zonnetje gezet. En dan kun je ervoor kiezen om je subscription te behouden of om hem op te zeggen. Letterlijk meteen nadat je betaald hebt, kan je dat doen. Dan wordt het niet meer automatisch afgeschreven. Er zijn ook mogelijkheden voor een Twitch Prime subscription. Dat is heel erg populair geweest binnen de Fortnite community. Ja. Twitch Prime is van Twitch zelf een abonnementenservice waarmee je zelf kan kiezen op welke streamer je wil doneren. Maar je krijgt dan globaal over de hele website krijg je bepaalde voordelen bedoel ik. En daarmee kun je bijvoorbeeld gratis gear krijgen in Fortnite. Dus je had met dan Twitch Prime... Dat was ook in heel veel andere spellen. Maar ja, omdat Fortnite zo populair was, was dat eigenlijk een briljante match van hun. Dus dat was voor Twitch streamers heel mooi. Want Twitch streamers krijgen gewoon betaald voor elke sub die er gegeven wordt. Of het nou een Twitch Prime sub is, of een gewone Twitch sub, of een gratis trial van iets, het maakt niet uit. De Twitch streamer krijgt daar sowieso zijn deel van betaald. Dus ja, dat is ook heel populair. Dan heb je op Twitch ook nog de bits. En bits, dat is, dat kun je vergelijken met een bepaalde currency die alleen wordt gebruikt op de desbetreffende website. Twitch heeft daarmee dus zijn bits. Je koopt ze op via Twitch en je kan ze spenderen aan je streamer. En de streamer, daarbij wordt het dan weer omgezet in geld en die krijgt zijn deel daarvan. Je hoeft ze overigens niet te kopen, want je kan ze ook zeg maar verzamelen door naar advertenties te kijken. Ja, inderdaad. Dus je kan ze gratis binnenkrijgen en dan wordt het een geldig betaalmiddel naar iemand toe op dat platform. Want als jij een YouTube-video kijkt of de streamer die speelt een advertentie af, dan werkt het op beide platformen. Op al die platformen werkt het hetzelfde. Door het kijken van die advertentie zorg je ervoor dat de creator geld krijgt. Ja. Nou, dat helemaal uit de weg gezet te hebben, is nou gewoon de kwestie dat mensen vinden dat het niet kan. Dat je in eerste instantie dus helemaal niet om geld kan vragen daarmee. En dat is, ik sta daar een beetje heel erg dubbel in. Maar het ligt aan de zin hoe je het uitlegt. Precies. Kijk, je verwoordt het nu net als in geld vragen. Ja. Als in dat mensen bedelen van help mij door de maand heen, want anders kan ik dit niet volhouden. Vragen is inderdaad een morele kwestie. Ik heb eigenlijk niet echt mensen op Twitch of op YouTube, een streamend persoon, het letterlijk zien vragen. Nee. Er zullen er vast wel een paar zijn, maar ik ben ze niet tegengekomen. Mensen die het letterlijk vragen, mogen er ook naar mijn mening over worden aangesproken van, ja ouwe, je bent gewoon letterlijk aan het bedelen. Daar komt het gewoon op neer. Ja. Dat hoeft niet. Dat is natuurlijk geheel vrijwillig. Ja. En men loopt dus in eerste instantie gewoon tegen het feit van die donaties aan. En wat Don ook al zei van het vragen erom. Dus het letterlijk fysiek vragen. Dus het in beeld hebben van
wil je mij doneren? Wil je dit? Wil je dat? Of het zeggen van je kan mij doneren. Wil je mij doneren? Kun je alsjeblieft doneren? Ik heb dat nog nooit in mijn leven gezien bij een streamer. Echt nog nooit. En ze zullen er inderdaad vast wel zijn. En je hebt heel veel verschillende streamers. Streamers die pakken dit op hele verschillende manieren aan. Je hebt namelijk mensen die een donatiegoal hebben. Dus die zetten in beeld van het goal is een bepaald bedrag. En van dat bepaald bedrag ga ik dit en dit kopen. Dat is, ja. Dat is een dubbele kwestie, want het ligt eraan wat de goal is. Ja, wij doen dat beide niet. Nee. Ik heb dat op een gegeven moment wel gedaan. Omdat, dat was echt helemaal aan het begin van mijn Twitch carrière. Toen heb ik een donatiegoal neergezet. Omdat ik een bepaald technisch dingetje wilde kopen. Wat ik vervolgens weer voor mijn stream zou gaan gebruiken. Ja, dus en een omdat, investering in je stream. Ja, omdat mensen mij gingen vragen van ja, waar gaat het geld heen wat we doneren? Daarheen. En dat is voor de meeste streamers inderdaad een manier om te zeggen van dat wat je doneert, dat spendeer ik hieraan. Ja, en transparanter zou je niet kunnen zijn over hetgene wat je binnenkrijgt. Ja. Dan heb je ook nog de andere kant van het spectrum. In plaats van dat mensen het investeren in hun stream, doen ze het eigenlijk gewoon voor hun eigen gewin. Als in maandelijkse lasten of een vakantie naar buitenland. Mm-hmm. Van, nou, daar heb ik wel meer problemen mee. Ja, nou, ik heb geen problemen mee dat ze het geld daaraan uitgegeven. Want in feite is het gewoon je werk en zijn het je inkomsten. Ja, en mag je het spenderen aan wat je wil. Maar ik heb er wel een probleem mee dat het zo in beeld staat. Ja. Van, help mij om op vakantie te gaan. Help mij om een huur te betalen. Ja, weet je, dan dat is bedelen. Dan komt het inderdaad als bedelen. Ja. Ja, zeker. En ik snap dat daar mensen problemen mee hebben. Maar dat is ook niet de gehele kwestie waar wij het over hebben. Want het gaat meer om het doneren. Ja, klopt inderdaad. En voornamelijk eigenlijk jonge mensen die doneren. Ja. Wij zagen een interview voorbij komen en ik kan wel clipjes of iets dergelijks. Hoe gaat dat doneren dan in zijn werk? Ik vergelijk het altijd met een theatervoorstelling. Het is eigenlijk open podium en je kunt binnenlopen en je kunt gaan zitten. Je kunt schreeuwen naar diegene op het podium en die is aan het gamen. En als jij het niet meer leuk vindt of je gaat iets anders doen, dan loop je weg. En achterin de zaal staat een bakje, je kunt iets achterlaten. Maar dat hoeft niet, het is gewoon gratis. Maar als je zegt van nou, ik heb een hele leuke avond gehad, dan kun je bijvoorbeeld 5 euro of 10 euro achterlaten. Ik snap wel wat ze bedoelde, maar ik vond het echt een verschrikkelijke vergelijking. Ja, ik snapte hem ook niet, want ja, ik ben zelf nooit echt naar open theater geweest. Ja. Maar het is een hele simpele vergelijking. Twitch streamers zijn bewijs van straatmuzikanten. Ja. Je komt ze tegen, ze zijn er, ze spelen muziek of ze zijn entertaining op hun manier. En dan ligt er gewoon een hoedje voor hun en dan hoef je niks in te gooien. Je kan er wat in gooien. Je kan ook gewoon weglopen. Ja. Zo simpel is het. Dat is het inderdaad. En dat is het voor ons in ieder geval. En voor dat met die donatiegoals en dergelijke, dat maakt het dus voor sommige streamers dat daar wat meer de kijker dus meer gestimuleerd wordt om te doneren. Terwijl het bij de meeste streamers een open optie is die niet aangemoedigd op wat voor manier wordt dan ook. Ja. Maar dan is natuurlijk ook eigenlijk de discussie gaande dat berichtjes die in beeld komen en shoutouts en dat je benoemd wordt stimulerend zouden zijn voor de jongere generatie om dus hun momentje van shine te pakken, hun 15 minutes of fame, en dat dus eigenlijk met verkeerde bedragen te doen. Ja, ja, en dat gebeurt. En dat is heel lastig om te voorkomen. Ja. In de streamerpositie waar wij dan in zitten, ja, wat kan je er tegen doen? Kijk, er is laatst een regel ingegaan van sociale media. Van Instagram, YouTube, Twitter, etc. Facebook waarschijnlijk ook. Dat je minimaal 13 jaar of ouder moet zijn. Of toestemming moet hebben van je ouders, volgens mij. Ja, en hoe kan Instagram dat nalopen? Ja. Niet. Niet, maar en het dekt zich wel in. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon dat rechterlijke geneuzel. Dat kan je niet nachecken. Dat leeftijdssysteem, of die leeftijdscheck, is er gewoon niet. En we hebben ook met privacyregels te maken dat we niet zo ver mogen graven überhaupt. Klopt. Of wettelijk gezien zo ver mogen graven. Mm-hmm. Om die check daadwerkelijk kloppende te hebben. Dat is puur voor de veiligheid van die kinderen. Dat is niet omdat wij als
gebruikers, als 18-plus gebruikers, jullie niet op ons platform willen hebben. Maar dat is puur voor de veiligheid. Omdat kinderen over het algemeen heel makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Kinderen kunnen heel makkelijk, ik merk het bijvoorbeeld onder mijn volgers, dat zijn voornamelijk jonge meisjes, dat ze wel eens in contact komen met hele shady mensen die eigenlijk niet te vertrouwen zijn, of oudere mannen die ze graag uit de kleren willen hebben. Ik zeg het maar even heel bot. Maar daar zijn jonge kinderen gewoon heel erg gevoelig voor. En dat komt omdat ze gewoon jong zijn. Omdat ze die consequenties niet goed kunnen voorzien. En dat is de reden waarom we dat soort regels hebben. Zodat dat soort dingen niet gebeuren. Zodat we dat inperken. Ja. En wat betreft donaties en dergelijke. Jullie kennen de telcelprogramma's en dergelijke wel. Zit ook altijd in beeld. 16 jaar en ouder. Vroeger had je het ook met die ringtones kopen. Stond ja, ook klein dat onderin. Soort ben je niet 16 jaar of ouder. Of heb je geen toestemming van je ouders of verzorgers. Dan mag het gewoon niet. Dan komt het puntje bij paaltje gewoon bij neer. Ja, want dat komt vanuit... Ik kan me voorstellen dat iemand die er van buitenaf op inkijkt, dat het uitkomt alsof dat het voordoet komen alsof wij ons alleen maar proberen in te dekken. Maar die regels die zijn er niet voor niks. Die regels die zijn er puur en alleen om jonge mensen te beschermen. En zo werkt dat ook op Twitch, zo werkt dat ook op YouTube en zo werkt dat ook met donaties. Als jij jonger bent dan, nou in Nederland 16, dan mag je niet zonder toestemming van je ouders doneren. Gebeurt het? Ja. En kunnen wij daar als streamer op dat moment iets aan doen? Misschien wel, misschien niet. Op het moment dat wij het idee hebben van deze persoon is veel te jong, zal geen toestemming hebben, doneert veel te veel, dan kunnen wij donaties, de afzender kunnen we blokkeren. Ja. We kunnen een refund doen, wat overigens manually gaat. De donatiewebsites waar dat op gebeurt, hebben niet een automatische refundknop. Het gaat meestal via een bankoverschrijving die wij zelf moeten doen. En in veel gevallen verliezen streamers daar ook nog weer kosten op, omdat ze ik dat zelf moeten Ik geloof dat Tippy het wel heeft. Die heeft een refundknop. Heb dat ligt eraan. Denderend in verdiend. Dat ligt eraan waar vanuit er gedoneerd wordt. Of het via PayPal gebeurt of via... Correct. Via maar voor PayPal is moet makkelijker je... om te refunden. Via PayPal moet je overigens ook 18 jaar of ouder zijn. Ja, dat ook nog weer inderdaad. Er zijn een heleboel factoren die ervoor zorgen. En het ding is natuurlijk dat die kinderen voornamelijk met het geld van hun ouders doneren. En niet met hun eigen accounts. Omdat ze daar letterlijk niet op kunnen. Omdat ze dat letterlijk niet aan kunnen maken. PayPal is heel strikt met idee... je moet je burgersocial nummer en dergelijke moet je allemaal kunnen laten zien. En dat wordt allemaal geverifieerd voordat jij überhaupt een account aan kan maken. Stel dat het overgemaakt wordt en het is een naar bedrag. En uiteindelijk wordt er een bericht gestuurd vanuit een ouder of verzorger van... Hey, mijn kind heeft, laten we even als voorbeeld nemen, 50 euro gedoneerd en dit vind ik niet kunnen. Ik wil het graag terug hebben. Ja, wie de fuck zou ik dan zijn als ik het niet terugstuur, weet je? Of wat dus vaak gebeurt, waar dus ook een artikel over is geschreven. 500 euro was een foutje, had 50 moeten zijn. Of 50 euro was een foutje, had 5 euro moeten zijn. Het gebeurt. Dat donaties bij jou, en dit weet ik gewoon persoonlijk omdat ik jouw chat mod. En omdat ik ook tijdens de goede doelstream die jij had, inzicht had in jouw donaties en dergelijke. Ja. Jij hebt op jouw stream zo ingesteld... dat pas vanaf 5 euro komt het berichtje bij de donatie in beeld. Ja. Jouw überhaupt minimumbedrag staat op 3 euro. Correct. Waarom heb je dat gedaan? Dat is ook gewoon om tegen te gaan dat het te veel wordt. Want in eerste instantie had ik een 1 euro grens en dan werd het eigenlijk gewoon te veel. En dan was ik eigenlijk minder aan het streamen, was ik meer aan het oplezen. Maar ook gewoon om die grens een beetje te verhogen. Dat mensen gaan zitten van... Oh, het gaat nu om 3 euro. In plaats van 1 euro is makkelijker om uit te geven dan 3 euro. Ja. Dus om die grens een beetje te verhogen. En dus ook... het niet... Of eigenlijk het tegenstimuleren van jonge mensen. Ja. Van, oh, het is maar 1 euro en dan komt een berichtje in beeld. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik die grens verhoogd om het juist tegen te gaan. Dat mensen veel zouden doneren.
Ja, of veelmalig 1 euro zouden doneren. En als ik daaraan toe mag voegen, dat is misschien een beetje lullig om te zeggen, maar zo werkt het wel bij de meeste YouTubers en bij de meeste streamers. Kinderen schelden je een stuk makkelijker uit voor 1 euro dan voor 5 euro. Ja, dat is gewoon zo. Jij wordt vaak beledigd in je euro's, in je donaties van 3 euro. Ja. En voorheen ook in de donaties van 1 euro. Maar niet zo vaak in je donaties van 5 euro. Want wie gaat er nou 5 euro aan een streamer doneren om diegene uit te schelden? Ja, zonde van je geld. Zonde van je geld. Donnie heeft zijn grens zo ingesteld. Omdat hij natuurlijk, wat dat betreft, een normaal inkomen. Of ja, gewoon, oké, hoe zeg ik dit? Jij hebt een vast inkomen. Ik heb een inkomen. Jij hoeft je niet zo druk te maken. Je bent niet afhankelijk van de donaties die je via je Twitch ontvangt. En dus heb jij het zo gedaan dat inderdaad de kijkers echt moeten nadenken over het feit van, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? Kan ik dit geld missen? Kan ik dit geld niet meer? Ik weet ook niet echt waar de klemtoon ligt. Mattia, volgens mij. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Zij benoemt een voorbeeldje van hoe donaties bij haar. In beeld komt er dan een pop-up met iemand met Zoella, dat is een hele grote YouTuber. Die geeft een kushandje met een liedje erbij. En dan kun je er een berichtje bij zetten. Dat wordt dan hardop voorgelezen door een bot. Een berichtje, die wordt voorgelezen door een bot. Daar wordt ontzettend veel misbruik van gemaakt. Want je kan heel makkelijk tekst beïnvloeden. Je kan heel makkelijk een bepaald scheldwoordenfilter omzeilen. Waardoor er dus keihard op stream iets wordt voorgelezen wat ontzettend kwetsend kan zijn voor de luisteraar. En dat is de reden waarom Don zijn text-to-speech pas bij de 10 euro aan heeft staan. We hebben het een hele tijd lager gehad en daar werd gewoon te veel misbruik van gemaakt. Ik had het op 3 euro staan. Ik hoorde niks meer van het spelletje. Nee, het was dat alleen ook. Maar zo'n robot mevrouw die in mijn oor zat te tetteren. Dat ook inderdaad. Ja. Ja. Nou, en ik heb dat inderdaad ook vanaf 5 euro staan. En dat is gewoon, dat is niet om het publiek aan te moedigen 5 euro te doneren, maar juist om dus niet aan te moedigen van... Het is eigenlijk... ik weet niet wat er tegenovergesteld is van niet aanmoedigen. Discouraging, maar, ja. Nou, oké. Nu dan even de kwestie van... wiens verantwoordelijkheid is het nou? En wat zijn zeg maar de gevolgen een beetje van te jonge kinderen die doneren? Want het gebeurt inderdaad wel eens dat, weet ik veel, kinderen de creditcard of de bankpas van ouders weten te bemachtigen en daar dus gebruik van maken. Dat is dus ook waar die ene 500 euro vandaan kwam. Dat kwam origineel van een creditcard. Nou, in dit geval bleek het dus met toestemming te gaan, maar een creditcard werkt zo makkelijk, dat kan dus ook zonder toestemming gaan. Wiens verantwoordelijkheid is dat? En dit is het punt waarop ik eigenlijk mijn eigen donaties er eventjes bij wil pakken en eens eventjes wil gaan kijken. En ik ga het jullie niet laten zien, want dat mag ik niet. Als ik naar mijn stream, naar mijn donaties kijk, ik krijg niet veel donaties overigens. Maar ja, zo af en toe krijg ik ze wel en dan staat daar een naam bij en er staat een berichtje bij. En er staat meestal een e-mailadres bij als ik de donatie aanklik. En dan kan ik zien van wie het is. En als ik nu naar mijn donaties krijg, dan zijn de eerste twee zijn van een hele, hele oude kijker van mij. Die letterlijk al 4 jaar met mij meegaat. Dat is een volwassen jongen. Die ken ik bij naam. Ken ik van gezicht. De donatie daarna is ook van een oudere kijker van mij. Dat is ook een volwassen jongen. Daarna is eentje, dat is van een minderjarige jongen, dat weet ik. Maar dat is want dat is ook een vaste kijker van mij. Ken ik bij naam, ken ik bij gezicht. Als ik ook maar het idee zou hebben dat die jongen bijvoorbeeld geld uitgeeft wat hij niet heeft. Of wat hij niet mag uitgeven van zijn ouders. Dan zou ik dat per direct retourneren. En dus de donaties daarna, de hogere donaties. Ik heb bijvoorbeeld 2 wat hogere donaties gekregen. En dat is altijd van dezelfde persoon. Dat is een vriend van mij. Dat is een volwassen vriend van mij. En ik kan dus zien wie deze mensen zijn. Nou zitten er ook, als ik gewoon een klein beetje scroll, als ik een klein beetje kijk, zitten er hier en daar wel eens mensen tussen die ik niet herken. En wat laten die voor berichtjes achter? Hallo, wat gebeurt daar? Donatie van 1 euro. Guess who's back? 1 euro. Eerste dono? 1 euro.
Ja, daar kan je niet zoveel mee. Je kan er niet van afleiden of die persoon meerderjarig is. Deze worden dan via PayPal betaald of gedoneerd. Dus dan kan je ervan uitgaan, of mag je ervan uitgaan, dat die persoon 18 plus is. Maar ja, ik heb ook wel eens verhalen gehoord van mensen die een PayPal-account hebben die dus niet 18 jaar of ouder zijn. Ja. En dat valt zo lastig te controleren. Dat is dan eigenlijk dan de verantwoordelijkheid bij PayPal. Want dan moet die persoon eigenlijk ook gewoon de voorwaarden lezen en zitten van, oh, ik ben geen 18, ik mag dit eigenlijk nog niet. Ik bedoel, je hebt vast wel eens een persoon gezien die 13 jaar was met een biertje in zijn hand. Ja. Wiens verantwoordelijkheid is er dan, weet je? Het is zo naar. En uiteindelijk, degene die daar het meest dichtbij staat, zijn de ouders. Ja. Ik had wel mijn eigen bankrekening. En ik had toen een World of Warcraft account. En er ging dus maandelijks €13 vanaf. En dat was mijn keuze, maar dat mocht eigenlijk niet van mijn moeder. Hoe erg ik op mijn flikker had gekregen van me. Ja, dat houdt ze gewoon in de gaten. En nu ik daar nog eens over nadenk, heeft ze wel gewoon juist gehandeld. De bankafschriften kwamen dan via de post binnen. En zij was degene die het altijd als eerst opende en altijd even keek van, waar spendeert hij het aan? Mm-hmm. En dat is naar mijn mening de juiste manier om het te doen. Om zo een inzicht te hebben in, waar is je kind in geïnteresseerd? Sowieso is het handig om te kijken, waar kijkt je kind überhaupt naar? Dat sowieso. Maar ja, het is gewoon lastig voor de streamer om het verschil te zien tussen een volwassen en een minderjarige kijker. Nou, en ik ben altijd van mening, als je mensen zegt iets niet te doen, dan moet je ze ook altijd een alternatief bieden. En dan moet je ze ook altijd weergeven wat ze dan wel kunnen doen. En ik denk dat ouders in dit geval, want je hoort nu dus horrorverhalen van ouders die contact opnemen met streamers of die dus contact opnemen met Kingler. Wat je kan doen als ouder in zo'n situatie, stel je kind heeft een absurd hoog bedrag gedoneerd wat niet de bedoeling was, wat ook vanuit het kind niet de bedoeling was. Stuur gewoon een berichtje naar de streamer. Ja. Echt, oprecht. We hebben allemaal een contact-e-mailadres. We hebben allemaal Twitter of Instagram of wat dan ook waar je ons berichtjes op kan sturen. Neem contact op met elkaar en werk het uit. En ik garandeer dat er echt geen streamer zal zijn die zegt, nee, wil ik niet. En zo wel, hang het dan aan de grote klok. Ja. Wat je ook kan doen als het gaat om donaties waarbij je het als ouder gewoon niet mee eens bent. Kijk, er zijn ook ouders die dus contact opnemen met de streamer. Van, mijn kind heeft €3 gedoneerd. En ik zie dat graag tegemoet op de volgende bankrekening. Dat komt voor de streamer zelf, komt dat ontzettend kut over. Heel aanvallend. Heel aanvallend inderdaad. Alsof wij iets verkeerd hebben gedaan. Alsof wij inderdaad om geld hebben gebedeld en jouw kind geld hebben afgetroggeld. Dat is wat het effect heeft op ons. Het materiaal staat gewoon op het internet hoor. Je kan het zo terugzien. Ja, precies. Dus al die streams, je kan het gewoon terugkijken en zien hoe dat gegaan is. Ja, op die manier komt het heel vervelend over. En kan je ook wel eens van de streamer verwachten dat je niet zo'n leuk antwoord terugkrijgt. Ik zal dat zelf niet zo gauw doen. Ik zou me wel persoonlijk aangevallen voelen. Maar ik zal wel zoiets hebben van, ja goed, het is een ouder. En afhankelijk van het bedrag zou ik wel zoiets hebben van, tuurlijk, hier heb je je geld terug. Maar wat je ook kan doen, is vragen of de streamer het e-mailadres van de donateur, dus van jouw kind, wil blokkeren. Die optie is er via Streamlabs, die optie is er via TippyStream, die optie is er overal. En als een streamer zegt dat hij die optie niet heeft, dan ligt die. Sorry, maar die mogelijkheid is er. Het gebeurt gewoon wel eens dat we een vermoeden krijgen van, oké, deze persoon die nu voor de zoveelste keer gedoneerd heeft, weet niet helemaal of die volwassen is of niet. En op YouTube kan je inderdaad plaatjes zien van het account wat doneert. En dan is dat soms nog wel makkelijker te zien. Om dan niet op iemand zijn teentjes te trappen. Om dan niet vijanden te maken en vervelend te doen naar de donateur zelf. Is het de mogelijkheid om te blokkeren. Zodat ze dus niet meer kunnen doneren. En daar mag je als ouder, vind ik, ook gewoon om vragen. Ja, tuurlijk. Ja. Dus ik denk dat dat dingen zijn die ouders er zelf aan kunnen doen. En wat kunnen wij er als streamers nou aan doen? Nou, ja, er zullen ongetwijfeld mensen zeggen van, gewoon geen donatieknop, snap ik. In mijn geval, ik heb het niet nodig om maandelijks rond te komen. Het is meer dat ik mensen de mogelijkheid wil bieden om, weet ik veel, een bericht mee te sturen. Om zeg maar vanuit,
Ik weet, heel veel berichten zijn ook gewoon van, ik gun het jou dit. Mm-hmm. Gewoon een soort gunfactor vanuit de kijker. En daarvoor staat het open. Niet om geld af te troggelen, maar gewoon... Ik weet niet, ik heb het ook wel eens aan een persoon een donatie gestuurd. Terwijl ik weet dat die mm-hmm. hartstikke rijk is. En dan gewoon, jou gun ik het. Ja. Dat is nu heel erg gaande. Het lamlendige gelul van... Alles over één kam. Alles over één kam. Streamers troggelen geld af van jonge kinderen. Nee, dat is helemaal niet zo. Dat, nee. Ik bedoel, in elk mandje heb je altijd wel één rotte appel zitten. Ja. Dat betekent niet dat elke appel verrot is. Nee. Dus in het interview gingen ze het hebben over snapking-praktijken. En dat was ook... Oh, dan wordt dat allemaal met elkaar vergeleken. En het is volledig bullshit. Ja, zo gaat het niet. Daar wil ik 538 wel even op aanspreken, mocht ik ze het zien. Misschien is het wel handig als je iemand dan vraagt voor een interview die er wel verstand van heeft. Laten we het even aan een expert vragen. Het is misschien de allergrootste YouTube-held die we hebben hier in Nederland. Het is Giel. Goedemorgen van StukTV. Jongens, jullie weten dat dit gesprek 95 eurocent per minuut kost. Ik bedoel, Giel heeft helemaal niks met livestreamen te maken of met donaties. Maar mag vervolgens wel zijn mening erover uiten. Met alle respect naar de mensen die hun mening erover hebben geuit. Tuurlijk. Maar... Nee, ik heb veel respect voor Giel. Alleen, ik heb het gevoel... Kijk, hij vergelijkt het nu dan met Snapking. Terwijl het totaal niet vergelijkbaar is met Snapking. Vooral, die moeten dit gewoon keihard aanpakken. Ja, dat was het. Ja, maar, mag ik weer een pauze zetten. Hij beweert, of vindt, dat Twitch het moet aanpakken. Twitch... onder leiding van Amazon, Amerikaans bedrijf. Tippy, in ons geval, waar wij gebruik van maken, Frans bedrijf. Dan heb je te maken met Amerikaanse regelgeving, Franse regelgeving. En dan PayPal nog. Dan heb je PayPal nog, dat is ook een Amerikaans bedrijf. En dat vervolgens over Nederlandse YouTubers. Nou, wat ik nu trouwens nog wel zie, dat is dat de titels van al die artikelen, gaan inderdaad over YouTubers. Ik weet niet, ze hebben het elke keer over Fortnite YouTubers die van te jonge kinderen donaties krijgen. Ja, noem ze. Ja. Noem ze dan. Nou, inderdaad. Dat vind ik wel... Dat echt zo is... Mm-hmm. Want kijk, dat is het leuke. Paul beweerde ook in die... Wat was dat interview met de Telegraaf? Ja. Dat YouTubers niet na kunnen checken hoe oud de persoon daadwerkelijk is. Ja, maar Paul, hoe weet jij dan hoe oud die persoon is, weet je? Ja, en zoals de YouTuber in kwestie die de donatie ontvangt niet weet hoe oud die is. Ja. Hoe kan hij het dan wel weten? Ja. Naar vermoedelijke bronnen. Echt van... Spreek de persoon waarbij het gebeurt erop aan. Het zijn allemaal en dan kan hij er wel op fixen. Als je de persoon er niet op aanspreekt, weet hij ook vermoedelijk niet dat hij iets verkeerd doet. Mm-hmm. Maar ook nu in de media, kijk, binnen het YouTube-wereldje is het heel vaak zo dat er gesubtweet wordt en er wordt over mensen gepraat, maar er wordt nooit naar mensen toegepraat, want men is bang om iemand op zijn teentjes te trappen of om de media achter zich aan te krijgen of wat dan ook. Maar echt inderdaad, alsjeblieft, noem gewoon namen. Want dan hebben we er ook een beter beeld bij. Want we hebben het net eventjes erover gehad. Maar streamers die hebben op zoveel verschillende manieren hun layout gecustomized. Waarbij bij de een inderdaad groot een donatiegoal in beeld staat. Bij de ander staat groot het laatst gedoneerde bedrag. En bij de ander is het een heel klein pieterpeuterig dingetje in beeld. Of bij een ander is het helemaal niks. Bij Don staat er niks van donaties of wat dan ook in zijn scherm. Nee, geen top donator of wat dan ook. Nee, en dat verschilt zo per streamer. En het verschilt ook zo per streamer op Twitch of op YouTube. En ik zou echt willen zeggen, zowel de media als King Alert, Paul, als mede-YouTubers, noem alsjeblieft gewoon namen. Niet om men aan de schandpaal te nagelen, maar zodat we samen kunnen zien hoe we dat nou zouden moeten oplossen. Want als je niet weet wat precies het probleem is en wat nou precies het totaalplaatje is van iemand die het volgens de meeste mensen niet goed doet, dan kun je elkaar ook niet verbeteren op dingen. Ja, ik bedoel, het is geen smaad als je iemand gewoon een berichtje stuurt van hey, ik ben het niet helemaal eens met hoe je dit aanpakt. Nee, precies. En zo kan je een discussie openen en kan je tot een conclusie komen. Maar dit royale gelul van er zijn mensen die dit doen. Ja, over wie de fuck hebben we het dan? Dat begint ergens. En dat gaat dan van oor naar mond, van oor naar mond. En dan verandert het verhaaltje elke keer weer een beetje. En wat dus die kale man met die bril beweerde. Die zei van ja,
dat YouTubers geld vragen aan kijkers. Nou, dat hadden we het in het begin erover. Maar dan is er dus waarom? Één iemand anders in dat gesprek die zegt van... ja, maar ze vragen het toch niet zo? Nee, maar dan heb je dat radiodiscussietje. En dan gaat het inderdaad en... Maar dat negatieve ding, dat blijft confusie. Hangen. Van, ja. Want de kop is van dit dingetje. Giel van Stuk TV over YouTubers die geld vragen. En dat vragen, tuurlijk, ja, daar en heb dan ik zelf is ook bezwaar mee. Dan is ook de quote die eronder staat, dus zeg maar groot in beeld, zeg maar tussen de alinea's door. Dan denk ik, waar de fuck zijn we mee bezig? We. Ja, wie is we dan? Wie zijn we? Is dat iedereen of zijn dat er een paar? Ja, maar stel je ook eventjes voor van, oké, je hebt dus een aantal YouTubers die ook zijn gaan streamen. En een deel... Een heleboel YouTubers zijn gaan streamen toen bijvoorbeeld via YouTube de inkomsten heel belabberd waren vanwege de demonetization issue. Don was daar eentje van. Niet alleen omdat kijkers dan geld naar je toe kunnen doneren, maar omdat Twitch ook een maandelijkse uitbetaling heeft. En dat is een hele stabiele inkomst voor een streamer. Maar dat zijn de YouTubers die naar streamer, die zijn gaan streamen. Zowel op Twitch of als YouTube of wat dan ook. Maar wat dacht je van de streamers? Gewoon de streamers. Twitch is een platform op zich wat miljoenen gebruikers heeft. Wat letterlijk een heleboel mensen maandelijks van hun brood voorziet. Mensen die inderdaad uren per dag daarmee bezig zijn om een carrière op te bouwen. Die worden nu ook allemaal over deze kam geschoren. Die worden allemaal ineens YouTubers genoemd die om geld vragen. Ik vind dat ook gewoon een beetje beledigend naar mensen die daar legit hun werk van proberen te maken. Ja, is het ook. Ja, dus, daarom is het ook geinig, ja. Over YouTubers die geld vragen. Maar vervolgens bij de Telegraaf zet ze iemand neer van Twitch. Ja, dat vond ik inderdaad ook. Dat ik echt, maar daarom was het ook, daar begon ik dit hele verhaal mee van. Er zijn issues die door elkaar heen lopen. En ja. Ik denk dat voornamelijk de issue Twitch en YouTube is op dit moment. Want het is echt van, gaat het nou over het streamen en het donaties vangen? Of gaat het over YouTubers? Of gaat het over YouTubers met een jong publiek? Of over wie hebben we het nou? Over wie gaat het nou inderdaad? Ja. Nou ja, ik denk dat we daar ook gewoon niet uit gaan komen, deze discussie. Dus, nee, hier zouden we nog wel twee uur mee kunnen vullen. Ja. Eigenlijk barstte de discussie los rondom dat gedoe met Royalistic. Dat was een van de oorzaken. Ja. En die heeft zichzelf verdedigd. Die heeft vervolgens een interview gedaan. En dan wordt er nog verder opgebouwd. Daar hoor je niemand over. En dan wordt in de media wordt in één keer het opgepakt. Dan denk ik van, hallo, deze jongen die heeft al letterlijk een 20 minuten lang interview gedaan. Vraag hem, bel hem, vraag hem erover. Nee, we pakken die. Nee, we pakken een gewoon iemand anders die... We pakken de expert van Stuk TV. Ja. Sorry Giel, maar... Ja, andere categorie. Ik ga voor één keer ga ik jullie om je mening vragen. Nu mag het. Laat in de comments gewoon achter, wat vind jij van donaties? Hoe sta jij erin? Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kijk jij tegen YouTubers op Twitch aan? Of op gewoon Twitch streamers of whatever. Laat gewoon weten wat je van dit verhaal vindt. En duimpje omhoog op de video als je hem leuk vindt. Ik stream ook elke week. Dat doe ik op Twitch. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Doei.